staan hier in de centrale hal van gemeentehuis De Baarn. Architect en bouwhistoricus Harry van der Voort, die dit hele project heeft begeleid, wilde het pand ook weer helemaal in authentieke staat herstellen. En vandaar dat wij hier al het eikhoutimitatie en de Amerikaanse grenenimitatie opnieuw mochten aanbrengen. Voordat aannemersbedrijf Van Zoelen begon met de bouw in 2009, is er een grootschalig kleuronderzoek geweest op alle houten onderdelen. En zo kwam het eikhoutimitatie en het Amerikaans grenen naar voren. Wat dit project zo uniek maakt, is de enorme hoeveelheid aan imitatiewerk. Dat maakt een enorme aanspraak op je creativiteit. En wat voor mij persoonlijk dit project uniek maakt, is dat we met 4 meiden met heel veel inzet en plezier dit werk hebben kunnen uitvoeren. Daarbij heeft de gemeente Baarn een groot budget over gehad voor het imitatiewerk. En daarom hebben we veel tijd en energie kunnen steken in een mooi stuk kwaliteit imitatiewerk.